Dit is de allerlaatste video van 2014. Jullie hebben het afgelopen jaar al mijn avonturen kunnen volgen. Er is elke donderdag een video geweest. En daarom vind ik het vandaag tijd om even te gaan terugblikken. Maar ik maak mijn video's natuurlijk voor jullie. En daarom wil ik deze video als het ware aan jullie geven. Hij is helemaal gemaakt voor en door jullie. Dus in dit geval doe ik mijn duim omhoog. Voor jullie, dan gaan we na de intro beginnen met jullie jaaroverzicht van 2014. Het is first day, donderdag is first day. Het is tijd voor weer een heel nieuw filmpje op first day. De tofste video van Rutger dit jaar vind ik toch denk ik wel de YouTuber Dubsmash. Ik vond de Dubsmash video het leukst. Dubsmash YouTuber hashtag Virgin vond ik de leukste. Hey dames en heren, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol. Ik heb hem echt al heel vaak overnieuw gekeken en het blijft gewoon super grappig en leuk. Ik vond deze video super leuk, omdat het anders was dan andere Dubsmash video's. Ik vond hem echt heel erg leuk, omdat ik echt alleen maar moest lachen om deze video. Vooral ook omdat ik alle YouTubers kende en dat maakte het vooral heel erg leuk. Je kon heel goed acteren. Echt een heel leuk idee en ik hoop ook zeker dat je een deel 2 gaat maken. Teske was mijn favoriet, want je deed die tellen op je gezicht en dat was eigenlijk het leukste stukje van heel de video. En dat moment dat je zei, ik ga mezelf omtoveren tot een chocolate milk on a stick. In het tutorial van vandaag laat ik jullie zien hoe je jezelf kan omtoveren tot een chocolate milk on a stick. Ga ik met stipjes op mijn gezicht zetten en dan ga ik die vervagen met mijn kwast. De allerleukste video van dit jaar vind ik de 10 vertalen met oma Miep en Denise. 10 vertalen met oma Miep. Het eerste woord voor u oma is Snapchat. 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 Snap. Nou, ik denk iets van ettensoep. Zelfs mijn moeder en mijn vader hebben echt zo hard gelachen om oma Miep. Ja, oma Miep video's zijn gewoon altijd zo grappig. Oma Miep is gewoon een hele... is gewoon zo leuk. Geweldige vrouw. Ik heb echt helemaal stuk gelachen om die video's. Vooral dat oma Miep vroeg, is Shippen dan vreemd gaan? En waarop jij zei, waarom wil je dat weten? Oh, ik lach echt helemaal stuk. Kijk, dan zijn geshipt daar. En als ze nou Shippen dat niet mag weten, laat maar zeggen, vreemd gaan, is dat ook Shippen? Hoezo? Wilt u dat weten? Van jou vind ik de photobooth challenge met Diana. Het was de photobooth challenge met Diana. Photobooth challenge met Diana. Oh. Ik weet niet wat enger is, met of zonder. Ik was echt zo aan het lachen en het samen met mijn oortjes in. En mama zei, waar lach jij nu om als je gezamen voor je? Het was gewoon geweldig. Ik vond het echt een super grappige video. Leuk. Het leukste stukje vond ik wel dit stukje. Ik wil kip! Diana Kuzi. Hallo! Dit is onze favoriete video. Het koekjesdiner. We vinden deze video zo leuk vanwege de altijd grappige intro. Als je kijkt naar 24, krijg je heel goedkoop advies. Ze bakken er natuurlijk niks van, maar het is echt te grappig. En het is ook super grappig dat Denise de margarine weggooit en daarna bleu bent, zegt. Margarine. Bleu. Oh, Denise! Wat? Oh, het is helemaal gespleurd. Nee. Omdat jullie altijd gewoon van bleuband wat. Nee, wat. Wat ik van je video's altijd heel erg leuk vind en dat ik ervan hou. Ik vind het vooral heel grappig dat Denise tegen Rutger zegt, is het nou echt je best? Een kind kan het nog beter. En dan de reactie van Rutger daarop. Is het nou echt je best dan, wat je doet? Dit? Ja? Nou, is het leuk. Nou. Hoe gaat het? Vind je het niet mooi? Nou, ik denk dat een kind het beter kan. Nou, maar het is alleen maar erger. Hallo allemaal en welkom bij deze hele speciale 5e editie van Vertalen! Onze favoriete video is Vertalen 5. Je ging telkens liedjes vertalen
En soms kwamen echt de meest rare teksten uit. Oh mijn god. Kijk daar haar kont. Kijk daar haar kont. De leukste en mooiste video van 2014. Ik heb er twee gekozen omdat ik gewoon echt niet kon kiezen. De eerste is de video die Rutger speciaal voor mij heeft gemaakt. Die hebben jullie allemaal niet gezien, maar daarin wenst hij mij beterschap. Want op die dag werd ik geopereerd, dus vandaar die video. En dat vond ik echt heel erg lief dat Rutger dat speciaal voor mij heeft gedaan. Dus Rutger, nog bedankt. De tweede video is de unicorn parachutesprong. Want ja, wie gaat er nou uit een vliegtuig springen met een unicorn pak aan? Dat kan alleen Rutger doen. Omdat ik het super knap vind van Rutger dat hij gewoon uit de lucht is gesprongen met zijn hoogtevrees. En ook nog die perfecte landing in dat koeienveld, dan krijgt ook alleen Rutger voor elkaar. Dit had ik iets anders in gedachten, de landing. Hallo, Toos Make-up Loos spreekt. Mijn favoriete video van 2014 van Veurtje was of course leuk genoeg. En leuk genoeg. Hashtag leuk genoeg. Natuurlijk gewoon leuk genoeg. Leuk genoeg. Is leuk genoeg. Is leuk genoeg. Leuk genoeg. Voel je het wat een ander van je denkt? Lijk gewoon jezelf, zelf, zelf. Jezelf liken op Instagram of Facebook. Ja, dat hoort eigenlijk niet. En toch zou iedereen het moeten doen. Dat zegt Rutger Vink van het YouTube-kanaal Veurtje. Het liedje zegt heel duidelijk van de belangrijkste like, dat is de like van jezelf. Ja, en dat vinden veel kinderen ook. Hashtag leuk genoeg was vanmiddag al trending op Twitter. Door leuk genoeg vind ik mezelf gewoon leuk genoeg. En daar wil ik je heel erg voor bedanken. Ik word niet gepest of zo, maar soms dan voel ik me een beetje down. En ja, dan denk ik aan het liedje leuk genoeg en dan denk ik, ja, ik ben wel leuk genoeg. Het is gewoon zo mooi hoe je zo'n liedje kan bedenken. En het is nog waar ook, want je moet gewoon geaccepteerd worden zoals je bent. En niet dat mensen anders naar je gaan kijken. Ik hoorde er heel veel mensen over praten waarvan ik echt dacht van, ja, weet je, het is gewoon echt zo. Je bent leuk zoals je bent. Je bent gewoon leuk genoeg. En dat was mijn filmpje van afgelopen jaar, wat ik zo, zo gaaf vond. Ik heb er geen woorden voor. Geen woorden voor, het was gewoon zo goed. Rutger, ik ben trots op je dat je dit filmpje hebt gemaakt. Ik ben echt sprakeloos. Ik had een oproepje geplaatst op mijn tweede YouTube kanaal om deze video's in te sturen. En ik kreeg echt de meest lieve video's toegestuurd. Echt niet normaal, ik ben echt... Ik vind het eigenlijk raar om dit op mijn eigen YouTube-kanaal te zetten. Maar het zijn jullie woorden en ja, echt heel erg bedankt. Maar Femke zei net dat ze het knap vond dat ik een nummer als leuk genoeg heb kunnen bedenken. Maar ik heb nog niet alles verteld over leuk genoeg, wat er te vertellen valt. Want ja, het nummer komt natuurlijk ergens vandaan, het hele idee. Er was namelijk een tijd, vroeger, dat ik mezelf echt... Er was een tijd dat ik mezelf echt alles behalve leuk genoeg vond. En nu ik dit YouTube kanaal heb waar jullie naar kijken, voel ik me eigenlijk verplicht om ervoor te zorgen, om te voorkomen dat ook maar één iemand dezelfde gevoelens heeft als ik toen had. En ja, dat is waarom ik mijn video's maak. De tekst en heel de boodschap komt gewoon recht uit mijn hart. En ik had ook gevlogd op de dag dat de video online kwam. Want ik wist dat het jeugdjournaal bij me lang zou komen. En later kwam ik ook nog op de radio. Dus het was gewoon een hele vette dag. Maar ik heb die vlog nooit online gezet. En dit is waarom. Oh my god, mijn hart klopt zo hard. Nog 30 seconden, iets meer. Oké, weet je wat, ik doe hem nu. Want het duurt altijd eventjes voordat hij volgens mij online staat. Dus openbaar. OMG, OMG, OMG. Ja, hij is live. OMG. Oh my god, al 4 likes. What the fuck? Oh my god, thanks jongens. Thanks. Oh my god, ik ben echt benieuwd hoe iedereen nu voor de computer zit. Oh. Oh my god. Alle spanning komt er even uit hoor jongens. Ik heb hier echt zo hard aan gewerkt.
afgelopen weken echt nachten doorgehaald. En... oh, het staat online. Echt. Als jullie denken dat na 2 jaar filmpjes maken het voor mij normaal is wat jullie doen en ja, wat jullie voor me betekenen, dan heb je het echt mis. En dat merk ik nu echt weer heel erg. Ik ben helemaal aan het shaken. Oh. Ik dacht eerst, ik zet dit nooit online. Zo kennen jullie me niet. Ik ben altijd de vrolijke idioot die de meest rare dingen doet. Maar ja, dit ben ik ook. Ik maak natuurlijk video's in eerste instantie met deze camera. En in mijn video's zie je de meest gekke dingen. Zoals, nou ja, een Furby, een eenhoorn, een roze poes met een pet op. Maar... dat is eigenlijk allemaal maar bijzaak, want ik maak vooral video's met mijn hart en ik hoop dat jullie dat zien. Ik wil jullie nogmaals bedanken voor het afgelopen jaar. Door jullie is 2014 mijn beste jaar ooit geweest. En als ik de video's zie die allemaal zijn ingestuurd, dan ben ik zo trots dat ik voor jullie video's mag maken. Ik heb echt gemonteerd met een glimlach die op een gegeven moment gewoon pijn deed. Maar ik weet ook dat er heel veel kijkers zijn die geen filmpje hebben ingestuurd, of niet durfden, of te laat waren, of niet in de uiteindelijke video zijn gekomen, omdat het gewoon zoveel was wat ik had binnengekregen. Maar ik weet dat jullie er zijn en jullie zijn stuk voor stuk geweldig. Maar dit is echt pas het begin. Ik wou dat ik iets kon zeggen over mijn plannen in 2015, maar ik ben met een aantal mega projecten bezig. De eerste, daar hoop ik iets eind volgende maand over te kunnen zeggen. Ja. Oké, hier schiet jullie natuurlijk helemaal niks mee op, maar er komen dingen aan. Dingen. Laat ik daarop houden. Maar ik ga natuurlijk mijn best doen om iedere week in 2015 een glimlach op je gezicht te toveren. En ik hoop dat ik dan nog heel erg lang mag doen. Dus ik zie je heel graag in 2015. En tot die tijd, stay fabulous. Doei! Vind jezelf eens leuk, 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 leuk genoeg. Vind jezelf eens leuk, 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 leuk genoeg. Vind jezelf eens leuk, 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 leuk genoeg. Vind jezelf eens leuk. Trust me, je bent leuk genoeg.